gaan verder met jongens van 11 jaar. Gaan eens even kijken wie daar aan de binnenkant zit. Natuurlijk zien we daar de 702 van Brian van Ewijk. Hij gaat hier gewoon meteen een heel groot gat al slaan op het eerste stuk. Wie neemt hij met zich mee? Dit is de man op de thuisbaan, Brian Berns. Vorige leven even mis voor de man van Putten. Die kan zijn finale denk ik wel vergeten. Even kijken wie gaat er aan overproven. Er zit in ieder geval Bolster op 3, Berns is op 2. We zien nog van Ewijk ver vooraan rijden. En dan komt de aanval van Kenten. Van Kenten komt een aanval bij de 84. Kenten zit aan de goede kant. De aanval wordt afgeslagen dus door Mick Jansen. Mick Jansen de eerste aanval van Kenten af. Maar met Kenten kennende komt hij nog wel ergens. Even kijken hier op het laatste stuk. En dan gaat het om conditie. Om strijd. Dus even kijken. Ja.